De werkzaamheden voor de aanleg van een rotonde op de N322 ter hoogte van de oversteek van de Hoge Maasdijk in Andel naar de Maasdijk in Giessen zijn op zondag 30 augustus afgerond. Met de aanleg van de rotonde is een einde gekomen aan een zeer onveilige situatie. Om de verkeersoverlast te beperken werd er vanuit de gemeente Altena aangehaakt bij werkzaamheden die Rijkswaterstaat uit moest voeren aan de Wilhelminasluis bij Andel. Ook werd onderhoud gepleegd aan onder andere de beschermlaag op de wegdekken van de sluis. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten konden in deze periode de sluis over via de parallelrijbaan. De doorgang werd ter plekke geregeld met verkeersregelaars. Het zogenaamde horrorkruispunt stond er veel langer ter discussie. Roland van Vught, wethouder en ook inwoner van Andel, heeft zich samen met het CDA lange tijd hard gemaakt in zowel de provincie als de gemeente voor de aanleg van deze rotonde. Om de aanleg te kunnen bespoedigen is afgeweken van het gebruikelijke aanbestedingsbeleid. De aanleg werd gegund aan de lokale ondernemer Zijlstra Infra uit Giessen.